Vandaag lopen we de Route des Vins, een 10 kilometer lange wandelroute, bergop bergaf hier door het mooie Heuvelland, langs vijf Limburgse, Zuid-Limburgse wijngaarden. En we beginnen in het wijndorp Waalwieler, want in 2015 kroonde Waalwieler zichzelf tot wijndorp. We wandelen dus de Route des Vins en via het Wiengestke hier in Waalwieler bereiken we de drie wijngaarden in dit plaatje. De Wittemer Wijngaard, Sint Hubertus en Cunibertus. In 1971 plantte huisarts Dr. Schepel uit Gulpen de eerste 1000 wijnstokken hier op een van de terrassen aan de Zinselbeek bij Waalwieler. Dit werd de Wittemer Wijngaard. Het is de op één na oudste wijngaard van Zuid-Limburg. De alleroudste, die stamt uit 1968, dat is Slavante op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Druivensoorten in deze wijngaard zijn onder meer Riesling, Müller-Thurgau, Pinot Noir en Pinot Gris. En nu wordt het dus tijd om een glaasje wijn te gaan proeven. Nou, dit is een Pinot Gris hier uit de Wittemer Wijngaard. Die gaan we dus lekker proeven. En dan hoort u zo meteen meer van mij. Gezondheid. 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 Om met Goethe te eindigen, das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Dat is goede wijn. Niet alleen in de wijngaarden met die heerlijke wijnen is je goed toeven. Ook vanwege het mooie uitzicht moet je hier komen en natuurlijk de natuur. Je vindt hier orchideeën, tijm, oregano en als je goed kijkt, zie je de wijngaardslak kruipen. Op domein Aldenborg hier in IJs te bereiken, moesten we een trap op met 97 treden en nog een stukje bergop. En nu staan we hier met een prachtig uitzicht en bij een domein dat jaarlijks goed is voor 8000 flessen wijn. Na een fikse klim zijn we aangekomen in IJzerheide en achter mij ligt het wijngoed Salamander. Salamander genoemd naar de salamanders die hier vroeger vaak in de waterpoelen voorkwamen. Van IJzerheide gaan we terug naar Waalwieler. We verlaten de wijngaarden. We gaan eerst bergaf, dan gaan we de Kruisberg omhoog, bekend van de Amstel Gold Race. En dan dalen we af naar Waalwieler en eindigt onze wandeling. Terug in Waalwieler bij de Sint-Cunibertuskerk. Deze kerk werd in 1628 gebouwd. 400 jaar eerder stond hier ook al een kerk. Maar wij gaan naar binnen, want daar wacht een kunstschat op ons. Kom, we gaan kijken. MUZIEK
kunstenaar Ade Haas maakte deze prachtige muurschilderingen en de 16 kruiswegstaties in 1946. In 1949 werden ze na een hetze door conservatieve katholieke kunstcritici uit de kerk verwijderd. Maar gelukkig, in 1981 keerden de kruiswegstaties terug in deze kerk en is het kunstwerk weer compleet.